Ready to have some fun? Let's do it. Hallo allemaal en wat leuk dat je weer luistert of kijkt naar een aflevering van de Makers Podcast. Ja, ik zeg kijkt erbij, want voor de luisteraars, ik heb nu ondertussen een YouTube kanaal. Nou, de meeste afleveringen staan daarop zonder video, maar de laatste 5 kun je dus met video bekijken. En daarin doe ik dus ook deze introotjes en outrootjes voor de camera en is het hele gesprek gefilmd. Dus dat is heel leuk, omdat je dan kan zien hoe iemand praat, wat voor bewegingen daarbij zitten. Dus ga dat zeker even checken en abonneer. Mijn naam is Diede Vonk, ik ben zangeres en actrice en sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ging maken, merkte ik net als heel veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man, hoe verzamel je de juiste mensen om je heen en wat doe je als je even geen inspiratie hebt. Dit geldt dus ook niet alleen voor theatermakers, maar deze podcast is echt voor alle soorten makers. Herken je jezelf nou hierin? Zorg dan dat je niks mist en even op die abonneerknop duwt, daar help je mij ontzettend. Nee. Ook heb ik nog even een hele leuke mededeling vandaag. Misschien hadden sommige mensen het al op Instagram gezien, maar ik ga weer zelf spelen. Eindelijk, sinds deze maandenlange opsluiting, mogen we weer naar buiten. Het Tapas Theater opent namelijk weer haar deuren en daar speel ik mijn solo, een 20 minuten durende muziektheatervoorstelling over geluk. Als ik de reacties mag geloven, is het heel herkenbaar, grappig, maar ook ontroerend en met een diepere laag erin. Het bestaat uit liedjes die ik zelf heb geschreven en teksten. Dus kom vooral kijken, dat zou ik super leuk vinden. Tickets kan je krijgen via tapastheater.nl. En vanwege de crisis kunnen er maar 8 mensen per voorstelling naar binnen. Dus dat wordt heel intiem en heel gezellig. Wees niet bang voor te veel publieksparticipatie of iets dergelijks. Maar kom gewoon gezellig kijken, dat zou ik echt heel erg leuk vinden. Maar genoeg schaamteloze zelfpromotie. We gaan door naar de aflevering van vandaag, want ik heb echt een geweldige gast, namelijk Awura Adena Simpe. Ze is een creatieve geest, een ondernemer en oprichter van Creative Women Collective en Creative Women Agency. Zij weet dus als geen ander hoe creatieve vrouwen samen te brengen, te verbinden en te inspireren om alles uit zichzelf en uit hun ondernemerschap te halen. Nou, als je nu een man bent en kijkt, niet weggaan, want dit geldt natuurlijk ook voor mannen. Na een paar jaar werkzaam te zijn geweest in de advocatuur, gooide ze in 2016 het roer om en begon ze het Creative Women Collective. We hebben het over hoe ze is begonnen, hoe ze het heeft gedurfd om die switch te maken en welke hobbels ze onderweg is tegengekomen. Je merkt dat Awura is gewend om voor het publiek te spreken. Alles wat ze zegt is namelijk inspirerend en overal kan je wel een tip of een les uithalen. Heel erg fijn voor deze podcast, want hij zit daardoor ook vol met mooie dingen. Ook hebben we het over haar evenementen. Wat halen de mensen die daar komen er nou precies uit? We hebben het over werken met een team, over fouten maken, over nee zeggen en over de keuzes die je maakt als ondernemer en hoe dat vaak spiegels zijn voor dingen waar jij mee worstelt als mens. Dus heel erg veel luisterplezier. Hier is Awura. Ik ben Awura, een creatieve geest. Zo zie ik mezelf. En wat maak ik? Wat ik maak is eigenlijk een reflectie van al mijn ideeën. Dus of dat nou mijn bedrijven zijn, Creative Women Collective, wat een netwerkorganisatie is, of Creative Women Agency, wat een evenementen- en contentcreatie-agency is. Of dat dat mijn persoonlijke uitspattingen zijn. Dus blogs die ik schrijf, foto's die ik maak, video's die ik edit, maar ook tekeningen of gerechten. Ik ben echt iemand die verschillende, echt een hele brede creatieve interesse heeft. En dat altijd als een uitdaging heeft gezien om dat onder één paraplu te vangen. En door middel van mijn verschillende bezigheden kan ik eigenlijk alle lagen van mezelf kwijt. Wat mooi, wat goed. Klinkt heel goed. En kan jij iets vertellen over jouw pad? Want jij begon niet als creatief. Je hebt een hele andere weg genomen. Hoe ben jij begonnen? Qua school of qua academische achtergrond kom ik uit de advocatuur. Ik heb rechten gestudeerd. Maar die rechtenstudie en de advocatuur, dat is eigenlijk, zie ik zelf persoonlijk als een zijpad. Omdat ik van jongs af aan eigenlijk altijd gefocust was op creativiteit. Dus ik heb gestudeerd aan de dansacademie. Ik heb muziek, ik heb viool gespeeld.
Ik heb altijd al 100.000 tekenwedstrijden meegedaan. En toen ik 18 was en dus voor mijn gevoel een definitieve keuze moest maken over mijn leven, zo voelde het toen, dat was natuurlijk niet zo, vond ik het ontzettend eng eigenlijk om 100% voor dat creatieve pad te kiezen. En dat heeft met verschillende dingen te maken. Dus aan de ene kant is het überhaupt eng om een keuze te maken. Maar het kan ook zijn dat je omgeving je ook bepaalde ideeën heeft gevoed over die keuze. Dus dat kan je nog meer aan het twijfelen brengen. En als gevolg daarvan heb ik dat eigenlijk in al die onzekerheid heb ik me juist vastgeklampt aan zekerheid. En ben ik mijn zussen achterna gegaan, die allebei rechten studeerden. En ben ik ook rechten gaan studeren. Uiteindelijk dus in de advocatuur terechtgekomen. Ik was advocaat voor creatieve ondernemers. Dus ik kon die sector en eigenlijk mijn liefde voor die sector, die liet ik niet los. Tegelijkertijd blogde ik ook, terwijl ik advocaat was. Dus ik zocht altijd wel een uitlaatklep, een creatieve uitlaatklep. Dus ik wist dat dat ontzettend belangrijk voor me was, maar ik durfde niet 100% ervoor te gaan. En ik dacht, nou, ik maak dan een compromis. Ik kies dan en voor de advocatuur en voor de creatieve sector. Maar uiteindelijk als advocaat ben jij bezig met het papierwerk, met vechten over contracten, over geld, over intellectueel eigendomsrecht. En ben jij zelf niet bezig met het maken of het creëren van, of het manifesteren van je creatieve ideeën natuurlijk. Dus dat gaf niet de voldoening die ik zocht. Mm-hmm. En na 3 jaar in de advocatuur ben ik gestopt. Vanaf het begin wist ik al, dit ga ik sowieso niet de rest van mijn leven doen, want ik kan gewoon niet alles, want ik kan niet alles van mezelf hierin kwijt, dat wist ik. Maar ik vond het lastig om dan te bepalen hoe dan ik zou moeten switchen. Ja, precies. Welke stappen zou ik moeten zetten? Ik heb nu mijn hele studie, alles heb ik opgezet rondom rechten. Ik heb daarin geïnvesteerd en ik heb helemaal geen andere papieren om te bewijzen. Precies. Dat ik iets anders zou kunnen, bij wijze van spreken. Ja, dus hoe kwam dan toch... Want misschien mensen die dit luisteren zitten ook wel in zo'n situatie dat ze merken dat ze hun ei niet kwijt kunnen in dat wat ze doen. Of dat ze misschien wel al creatief bezig zijn, maar nog niet precies op het vlak wat ze willen. Hoe kwam bij jou, hoe ging dat steeds, werd dat steeds verder, steeds groter? En hoe kon je toch die beslissing maken om te stoppen en iets anders te gaan doen? Ja, het allerbelangrijkste. Kijk, als je achteruit kijkt, dan kun je duidelijk zien hoe dat zich heeft ontwikkeld. Maar als je er middenin zit, dan voelt het heel, voel je je wanhopig en dan voelt het alsof er nooit een antwoord zal zijn. Het voelt als een hele, zeg maar, je kijkt dan naar de toekomst en je kunt gewoon niet scherp krijgen van hoe dat pad eruit zou moeten zien. Als ik nu achteraf terugkijk, dan is het allemaal begonnen eigenlijk bij luisteren naar mezelf. Dat is nummer 1, dus luisteren naar waar krijg ik energie van? Wat vind ik belangrijk? Wat is het effect van deze keuze op mezelf, op mijn leven? Dus dat je daarnaar luistert. Dat je eigenlijk die signalen, dat je die oppikt. En dat je ook daar aandacht aan geeft. En dan vervolgens kun je, als je dat dus duidelijk hebt, van oh, ik vind dit belangrijk en dit niet. Dan kun je je meer verdiepen in datgene. Van oké, ik vind dit belangrijk, waarom? Kun je dus eigenlijk informatie gaan inwinnen. Ja. En met informatie groeit je vertrouwen. Groeit je geloof eigenlijk in wat er mogelijk is. En dan ga je stappen nemen. Dus wat het voor mij, hoe het voor mij dan eruit zag was... Oké, ik wist dat het niet was wat ik wilde. En ik wist dat ik iets met de creatieve sector wilde. En vervolgens durf ik wel dus tegen mezelf te zeggen van... Oké, dat wil ik inderdaad. Mm-hmm. En ben ik met vriendinnen gaan praten. Heb ik dus informatie gekregen. Want zij werkte grotendeels allemaal in de creatieve sector. Ah. Ben ik naar evenementen gegaan om nog meer informatie op te halen. Heb ik heel veel gelezen. Ik was helemaal geobsedeerd door ondernemers. En eigenlijk de vraag waar ik altijd antwoord op probeerde te krijgen was...
hoe durven ze te doen wat ze doen? Precies. Ik kon het gewoon niet begrijpen. Nee. Dan las ik zo'n verhaal. Maar ik wilde gewoon weten, hoe durven ze dat te doen? Ja. En het is uiteindelijk een proces in jezelf. Dus daarom kon ik ook nooit het antwoord vinden. Ja, dus je zocht die antwoorden bij andere mensen van... Ja, okay, hoe... die mij inspireerden. Dat ik dacht van, okay, maar ik wil even weten, gewoon precies, stap voor stap, 1, 2, 3. Hoe doe je dat? Hoe durf je dat? En ja, durven is zoiets ongrijpbaars, omdat het dus binnen in jouzelf plaatsvindt. Dus, maar dat wist ik toen niet. Nee. Maar dat heb ik toen zelf uiteindelijk ervaren natuurlijk. Want door dus met die vriendinnen te praten, door dus naar die evenementen te gaan, door dus die ondernemers te onderzoeken, groeide eigenlijk dat zaadje in mij van, oh, het kan en het is mogelijk en misschien kan ik dit proberen. En eigenlijk door dat dus water te geven, gaat het vanzelf groeien. Mm-hmm. En voordat je het weet, ben je een stap aan het zetten. Maar goed, een idee heeft dus heeft tijd nodig en dat moet je ook ruimte geven. Ja. En dus als gevolg daarvan ben ik dus begonnen met het bouwen van een website. Want ben gestart met een Instagram-account. En zo stapjes. Ja. Ja, dus elke keer zette ik een klein stapje van, oh, ik wil een evenement organiseren. Oh, dit is wel heeft heel veel impact. Nou, laten we het vaker en regelmatiger doen. Laten we een programma ermee bouwen. Laten we kijken wat voor partners erbij kunnen betrekken. Dus eigenlijk met elke stap, kleine stap die ik zette, volgde de volgende stap. Want die stap informeerde mij wat de volgende stap zou moeten zijn. Je bent stapje voor stapje dus eigenlijk dat gaan uitvoeren. Maar ik was eigenlijk ook heel benieuwd. Je was vanaf jongs af aan dus al heel creatief in heel veel verschillende opzichten. Dus en dans en schrijven, tekenen. Hoe wist je al vanaf het begin dat de Creative Women Collective... wist je dat het moest zijn wat je wilde gaan doen met creativiteit? Of wist je gewoon het moet iets creatiefs zijn? Dat was een specifiek moment. Waarop ik met vriendinnetjes aan het eten was en we aan het praten waren. En één vriendin was teruggekomen uit L.A. van een vakantie. En toen vertelde ze over, ik heb daar iemand ontmoet. En zij is daar bezig met het opzetten van een vrouwenclub of een vrouwennetwerk. En toen zij die woorden zei, dacht ik, oh my god, dit is het. Het was een soort van intuïtief, wist ik van, dat was wat ik zocht. Dat was wat ik nog niet in woorden kon uiten. En toen zij dat woord zei, vrouwenclub, vrouwennetwerk, oh ja, dat is het. Oké, dan ga ik daar. Dus ik voelde een soort van klik van binnen, van dat is het. Mm-hmm. En ik luisterde daarnaar. Ja. Dus ik ging het niet rationaliseren. Ik wist gelijk, dit is het. Wat goed, gewoon intuïtief. Intuïtief wist ik. Ik wist nog niet van hoe en wat en welke vorm en de details, dat wist ik allemaal niet. Maar ik wist wel, daar wil ik wat mee. En dat ga ik doen. En juist als je heel lang niet weet wat je wil, of hoe het de toekomst eruit zou moeten zien. En als je dan iets hoort waarvan je van binnen voelt van, zo van dit gevoel van, dat is het. Dan durf je daar ook naar te luisteren, omdat je zo lang het niet wist. En dat gevoel van het wel weten, dat is eigenlijk heel zeldzaam. Ja. Dus het is eigenlijk bijna een soort van criminele daad om daar niet naar te luisteren. Ja. Althans, dus zo heb ik het ervaren. En was dat eigenlijk al in de periode dat je al bezig was met jezelf oriënteren op creatief vlak? Van je wist al, ik wil daar iets mee gaan doen. Of was het daarvoor? Ik was er al mee bezig. Ja, het was ongeveer 3/4 jaar tot 1/2 jaar voordat ik wist dat ik zou stoppen. Dus ik had al mijn einddatum gepland. Dus ik was toen ook in die fase dat ik heel erg op zoek en heel erg bezig met, oké, wat moet het worden? Dus ik stond ook heel erg open voor antwoorden eigenlijk. Dus toen ik dat in die fase hoorde ook, misschien als ik het een jaar ervoor had gehoord, dat ik het dan niet had opgepikt. Maar toen ik het in die fase hoorde, was ik ook klaar ervoor om ermee te beginnen. Ja, precies. Dat je toen op een moment was van, oké, nou kan het komen. Maar dat is ook wel, je hebt dus eigenlijk al een
einddatum ingepland, zonder dat je al precies wist wat je ging doen daarna. Ja, en dat heeft ook te maken met hoe de advocatuur is opgebouwd. Omdat je de eerste 3 jaar, dan werk je al als advocaat, maar je bent tegelijkertijd ook bezig met een beroepsopleiding. Dus dat duurt 3 jaar lang. En ik wist, ik wil die beroepsopleiding ook afmaken. Als je daarmee tussentijds mee stopt, dan moet je ook al het geld wat aan die opleiding is gekoppeld, moet je ook teruggaan. Dus ik wist ook van, oké, dat wil ik sowieso niet. Nee. Dus ik ga het sowieso afmaken. Maar ik ga niet door. Want als ik dan doorga, dan ga ik er niet meer uit. Dan ga ik niet meer stoppen. Want dan heb je eigenlijk gezegd van, dit is het voor mij. En de weg terug is, zeg maar, of de weg eruit, wordt dan alleen maar moeilijker. Mm-hmm. Dus eigenlijk door die klok die er ingebakken zit in die advocatenopleiding, die heeft mij wel geholpen. En ja, ik denk dat achteraf, dat die deadline, dat ontzettend belangrijk is geweest. Dat ik helemaal niet besefte hoe belangrijk dat is geweest om mijzelf in beweging te krijgen. Want ik werkte daar naartoe. En ook die datum 1 september 2016 is zo ontzettend belangrijk voor mij. Omdat mijn laatste officiële werkdag was dan 31 augustus 2016. En op 1 september 2016 heb ik mijn website gelanceerd. Heb ik alles eigenlijk naar buiten gebracht. En dat heeft zoveel, hoe zeg je dat? Heel veel betekenis hangt er voor mij aan dat moment eigenlijk. Het is echt een soort omslagmoment geweest. Maar goed, het half jaar daarvoor, ook al had ik wel die datum, had ik nog niet het plan. Maar ik wist wel, ik heb wel de tijd om het plan uit te werken. En dus inderdaad 1 dag nadat je gestopt bent, al bam, een website eruit. Dus je was wel dat laatste half jaar dan eigenlijk misschien stiekem al een beetje half bezig. Ah, 100%. Ja. Ik was totaal, een half jaar voor het einde van mijn, voordat ik stopte, was ik al bezig met, sowieso met het uitbouwen dus van wat Creative Women Collective zou moeten worden. Continu was ik ideetjes aan het opschrijven en plannen aan het opstellen en aan het nadenken over de branding. En tegelijkertijd op mijn werk was ik ook al bezig met alles aan het opschonen, mijn hele inbox aan het opschonen, alles zeg maar netjes achterlaten, dossiers aan het opruimen. Echt gewoon maanden daarvoor was ik daar. Dus elke dag was ik eigenlijk bezig met die transitie van, ik ga weg en ik wil het ook allemaal gewoon tip-top achterlaten. En ik denk dat ik in die 3 jaar tijd nooit zo georganiseerd ben geweest. Precies. Als tijdens dat half jaar. Grappig genoeg. Ja. En dat zorgde er ook voor dat ik heel efficiënt kon werken. En eigenlijk, ironisch genoeg, mijn beste periode had bij het kantoor. Grappig inderdaad. Ik denk dat sowieso voor veel mensen wel een goede tip is misschien dat je een deadline hebt. Ik heb dat ook al met een vakantie of zo. Als je weet, oké, over een maand ga ik weg, dan wil je daarvoor alles super goed achterlaten en geregeld hebben. Dan werk ik ook gewoon echt zoveel efficiënter dan als het gewoon altijd kan. Dus dat is denk ik sowieso een goede, fijne tip om te onthouden voor mensen die luisteren. Cool, en dan, je hebt een plan, je hebt een website, maar je bent toch ook in je eentje en je begint. Hoe begin je dan? Ja, het is begonnen met het idee, eigenlijk het kernidee om vrouwen uit de creatieve sector bij elkaar te brengen. En in eerste instantie had ik het idee om te focussen op online. Dus om echt een online community op te bouwen. Maar aan de andere kant had ik ook zoiets van, ik wil ook een offline component eraan hangen. Dus mensen fysiek bij elkaar brengen. En ik ben dat alleen begonnen met het bouwen van eigenlijk het fundament van CWC. Maar ik wist ook, als ik iets offline wil doen, online zou ik het misschien alleen tot op zekere hoogte nog wel kunnen redden. Maar als ik iets offline wil organiseren, dan heb ik hulp nodig. Precies. Heb ik meer mensen nodig. Dus ik heb toen een oproepje geplaatst op mijn website. Met de vraag of mensen mij zouden willen helpen. En ook heel specifiek aangegeven. Ik heb een fotograaf nodig. Ik heb een projectmanager nodig. En ik heb hostessen nodig. En daar heb ik toen
een aantal vrouwen op gereageerd. En die vrouwen die volgden het Instagram-account, wat al die zomer was live gegaan, die volgden ze al. Toen al een paar weken, voor dus die 1 september. En toen hebben een aantal vrouwen erop gereageerd. En die vrouwen zijn tot op de dag van vandaag, nu, 3,5 jaar later, nog steeds onderdeel van het team. En allemaal doorgegroeid van vrijwilliger naar freelancer. En dat waren, was een mix van studenten aan de modeacademie, communicatiestudenten. Maar ook de vriendinnetjes die ze meenamen. Om ook als hostess zich bij dat allereerste evenement aan te sluiten. En dus allemaal goed, vrijwillig? Ja, iedereen is begonnen als vrijwilliger bij het netwerkevenement. Dus dat was eigenlijk bedoeld als lanceringsevenement. En ja, dat is het meest krachtige eigenlijk wat ik heb ervaren. Is het feit dat je met het delen van je visie mensen kunt aanspreken en op zodanige wijze kunt raken dat zij je willen helpen om ook jouw visie uit te bouwen. Want het begon allemaal als voor hen, als van, oh, interessant, en ik voel, die visie die klikt. Maar dat ze ook zijn doorgegroeid en ook zijn gebleven. Ja. Ja, dat is eigenlijk het grootste cadeau wat er is. Ja. Mm-hmm. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus die zijn er nu nog steeds bij. Met hoeveel zijn jullie ondertussen? We zijn met 8 vrouwen in de agency. Want we zijn inmiddels, we hebben 2 takken. We begonnen met 1 tak. En ze zijn ook betrokken bij de collective. En daarnaast hebben we pak een beetje een groep van 7 vrijwilligers die roleren met eigenlijk het hostessenwerk. Mm-hmm. Maar die 8 die zijn echt actief betrokken op het gebied van projectmanagement, van fotografie, videografie, branding. In eerste instantie voor de collective en nu dus met de agency voor externe partijen. Ja, en jij, nou ja, die mensen die vrijwilligen voor jou, omdat ze jouw visie, omdat ze daar wat in zagen bij dat allereerste evenement. Maar je hebt dan ook opeens een soort verantwoordelijkheid over al die mensen. Wat vond je het allerspannendste bij dat allereerste lanceringsevenement? Ik weet nog heel goed bij het allereerste evenement dat ik toen het gevoel had dat ik zelf ook continu bezig moest zijn en eigenlijk, hoe zeg je dat? Dat ik zeg maar op gelijk, ik voel alsof ik op gelijke hoogte was met hen en dat is ook zo. Maar dat de projectmanager tegen me zei van, oké, Avoura, jij moet nu gewoon gaan omkleden. En want ik was ook de host van het evenement. Gaan omkleden, je PowerPoint checken, mm-hmm, en de sprekers verwelkomen. Maar ik had zelf heel erg gevoelsmatig van, ik moet ook een working bee zijn. Ik moet ook aan het werk zijn, ik moet ook zweten. Ja. En ze moeten ook zien dat ik ook alles geef. Want zij gaven ook alles voor dat evenement. Dus in het begin vond ik het lastig om dat los te laten. Maar ze dwongen mij eigenlijk om aan de kant te blijven. Oh, heel dus goed. Dus zij accepteerde. Ja, en dat is ook het gevolg van het feit dat ik een projectmanager had. Dus zij. Precies. Zij nam de leiding eigenlijk over de groep. Dus eigenlijk door een hele duidelijke taak- en rolverdeling en iemand die de leiding pakt, die niet ikzelf was. Ja. Dus ook al ben ik degene die het allemaal bij elkaar brengt, ik heb iemand anders die het project leidt. Ja. Dat zorgde ervoor dat de organisatie heel duidelijk was. Mm-hmm. Maar binnen de agency, en die hebben we een jaar geleden opgericht, ben ik de leider. Dus ben ik de leider van het team. En dat is ook een ontzettende uitdaging. Ten eerste omdat we als team, het positieve is, we kennen elkaar, dus dat is fijn. Maar de agency is een hele andere context dan de collective. Dus we moesten elkaar eigenlijk opnieuw leren kennen binnen die nieuwe context. Dus ook al ken je elkaar, je moet elkaar toch opnieuw nieuwe rollen kennen. Misschien ook dus. Nieuwe rollen, nieuwe dynamiek, nieuwe verhoudingen. Dus dat is zeker een uitdaging. Mensen met verschillende persoonlijkheden,
met verschillende manieren van denken, met verschillende manieren van werken. En toch een bepaalde uniformiteit creëren, ja, die voor iedereen werkt. En ik denk wat daar nu, als ik nu een jaar later kijk, wat daar nu in werkt, is het feit dat, ook al heb ik de leiding over het geheel, dat er ook persoonlijk leiderschap is bij het team zelf. Dus dat ik niet altijd degene ben die vanuit een autoritaire rol bepaalt wat er gebeurt, maar dat er intern mensen zich verantwoordelijk voelen over het geheel. Ja. Dus dat mijn projectmanager tegen het team zegt, jongens, we hebben een deadline die over 2 uur verloopt. Let je er even op dat we die allemaal halen. Of, iemand van het social media team zegt van, jongens, het wordt tijd voor een nieuwe huisstijl. Of we moeten de website updaten. Ja. Dus dat het niet allemaal vanuit mezelf komt, maar ook vanuit het team. En ik denk dat we daar het afgelopen jaar naartoe hebben gewerkt. In het begin was ik heel erg degene die die kar aan het trekken was. Maar ik merkte, dat is voor mezelf niet productief en efficiënt. En tegelijkertijd creëer je daarmee ook niet een, ja, hoe zeg je, dat soort van consensus over het pad. Want het is iets wat je samen doet. Dus het kan niet vanuit één persoon komen. Nee, anders zeg jij, jullie moeten dit doen. En dat is het. En dat is iets heel anders natuurlijk. Ja, en dat is totaal niet wat ik voor ogen heb. Dat is ook niet het collectieve idee eigenlijk wat één van onze kernwaarden is. Hoe zorg je daarvoor dat die mensen hun eigen verantwoordelijkheid daarin nemen? Ja, ik heb dat met vallen en opstaan moeten leren. Ik heb daarmee geëxperimenteerd. Dus op een gegeven moment heb ik bepaalde werkwijzen eigenlijk geïmplementeerd. Die ervoor zorgen dat mensen meer verantwoordelijkheid, dat hun verantwoordelijkheidsgevoel ging groeien eigenlijk. Dus door het team op te splitsen in afdelingen. Dan geef je al die afdelingen verantwoordelijkheid over hun taak of over hun vaardigheden. Maar ook door de vergadering op een bepaalde manier te structureren. Dus dat de verantwoordelijkheid voor notulen of voor het voorschitterschap bij verschillende mensen komt te liggen. En eigenlijk alleen al door die 2 dingen is dat gevoel van verantwoordelijkheid gegroeid. Waardoor er meer van mijn schouders, dat we het eigenlijk meer gezamenlijk dragen. Mm-hmm. Ja. De taken die we hebben. En waarom is het, we hadden het er net al even over, dat het idee plotseling eigenlijk kwam, dat idee van een Creative Women Collect, van een gezamenlijke groep creatieve vrouwen. Wat denk jij dat de vrouwen die naar die evenementen komen, wat halen ze daar het meeste uit? Ja, ik wist al voor corona, dus 3 jaar geleden, hoe ontzettend krachtig het was. Maar nu het niet kan, begrijp ik het nog meer. Omdat je in fysieke aanwezigheid, dus eigenlijk zijn er 2 componenten. Aan de ene kant heb je een inhoudelijk programma, wat ijzersterk moet zijn, wat van kwaliteit moet zijn met sprekers, maar ook wat op een bepaalde manier is opgebouwd, zodat mensen daadwerkelijk met elkaar in contact komen en blijven. Dus hoe je een programma opbouwt van begin tot eind, de manier waarop het team met de mensen die er zijn, de vrouwen die er zijn, communiceren. De thema's die je kiest voor een evenement, dat is belangrijk om een krachtig evenement op te zetten. En als je die pijlers, of als je die inhoud op orde hebt, dan ontstaat er een bepaalde energie, waardoor mensen gemotiveerd raken, geïnspireerd raken of geactiveerd raken. En dat is allemaal het gevolg van fysiek bij elkaar zijn, van herkenning door middel op. Van herkenning door middel van de verhalen die er worden gedeeld, maar ook de kennis en de ervaringen. En het kunnen zien, het kunnen voelen. Weet je, dus een spreker, woorden zijn 1 ding, maar om iemand op een podium te zien en te horen spreken, iemand die je meeneemt
in haar verhaal of in haar pad. En jij luistert daarnaar. En je kunt daarna ook nog met die persoon in gesprek raken. Mm-hmm. Tijdens de borrel bijvoorbeeld. Ja, dat heeft zo'n ontzettend grote impact. En ik geloof en ik weet ook uit ervaring dat één zin in een tijdens een evenement kan je hele leven op zijn kop zetten. Ja. Ja, je hoeft maar net op het goede moment dat ene te horen. Juist. Ja. Juist, want ik weet nog dat ik zelf, toen ik totaal zoekende was, naar een evenement ging en ging naar werk. Ik was super moe, maar ik dacht, ja, ik ga naar dit evenement. Want ik zat ook achterin en ik dacht, nou, kom maar door met die verhalen en die wijsheid. En ik weet nog dat één jongen zei, of een man zei van, ja, je moet het gewoon doen. Hij zei het een paar keer tijdens zijn presentatie. Ja, je moet het gewoon doen. Je moet het gewoon doen. En dat bleef zo in mijn hoofd hangen. En toen kwam ik ook nog een collega tegen van een ander advocatenkantoor die daar ook was. Oh. En ze vertelde, ja, dat was heel bizar. En ik dacht, hey, ook hier. En ze zei, ja, ik ben gestopt. En ik dacht, jij bent gestopt. Ah. En ik dacht, wow, je bent gewoon gestopt. Je het kan. Je hebt het gedaan. Ja. En het kan. En dus, ik weet hoe het kan zijn als je op zoek bent en als je open staat. En als je dus naar een evenement gaat. Hoe bepaalde woorden, hoe diep die kunnen binnenkomen. En in tegenstelling tot wat mensen soms denken over netwerkevenementen. Het gaat helemaal niet over 10 mensen je kaartje geven en 10 koffies plannen na een evenement. Daar gaat het totaal niet om. Het gaat erom dat je eigenlijk er bent, dat je luistert en dat je eigenlijk oppikt wat voor jou belangrijk is. En dat kan zijn van de spreker, maar het kan ook zijn van iemand die naast je zit. Of van een merk waarmee je dan ineens in aanraking komt, wat totaal aansluit bij je waarde, waar je gaat solliciteren. Het maakt eigenlijk niet uit, maar als evenementenproducent, als CWC, willen wij ervoor zorgen dat er elementen in onze evenementen zijn geplaatst, waarvan wij weten, kunnen impact hebben. Dus we willen ervoor zorgen dat we de grootste impact mogelijk kunnen maken. En je hebt zoveel invloed daarop als evenementenproducent. En zelfs, weet je, ik ben ook heel kritisch. Zelfs als er één spreker tegenvalt van wie je hogere verwachtingen had, dan kan alsnog die verbindende energie die je met netwerkspelletjes of wat dan ook creëert, of doordat het team een ontzettend leuk gesprek heeft met iemand, kun je alsnog een evenement geslaagd laten zijn voor iemand. En ja. Dat dus eigenlijk zorgen dat al die elementen aanwezig zijn. En wat zijn dan die dingen, wat zijn dan die elementen, wat zijn de dingen die klikken bij mensen? Waar zijn ze eigenlijk naar op zoek op zo'n evenement? Ja, in het kort komt het neer op kwetsbaarheid, als ik het kan samenvatten. Bijvoorbeeld, ik zal een paar voorbeelden geven. Bij onze evenementen, in de introductie, in het welkom, zorgen we er altijd voor dat, dan deel ik iets van mezelf wat gekoppeld is aan het thema. Dus ik stel mezelf kwetsbaar op. En dan zorgen we er ook voor dat de vrouwen in het publiek, dat die daar wat over delen. Dus in de eerste 10 tot 15 minuten hebben we al die toon van kwetsbaarheid is dan al gezet. Heb je al gehoord van, oké, dit is de energie van dit evenement. Dit is de focus. Oh, hier kan ik mezelf blootstellen. Dat is nummer 1. Maar eigenlijk begint het al daarvoor, aan de deur, waarbij je verwelkomd wordt met je naam, waarbij het team je met je naam aanspreekt. Dus het is heel persoonlijk. Nee, dus het gezien worden of zo. Echt, precies. Het gezien worden. Dat is eigenlijk de kern van alles wat wij doen. En dus als je al binnen bent gekomen van, hey Diede, welkom, ga lekker zitten. Ik las dat jij een podcast hebt en ik heb een aflevering geluisterd. Toevallig weet ik dat. Volgens mij vind je haar ook leuk om mee te kletsen. Kan heel simpel zijn, hoeft niet zo ingewikkeld te zijn of geforceerd.
Vervolgens, nou, zit jij, denk je van, oké, ik ben hier voor de eerste keer, ik heb hier wel wat over gehoord, maar ik heb eigenlijk geen idee wat ze hier doen. Dat is toch bijna, niet dat het een secte is, maar bijna het gevoel van, ik weet eigenlijk niet wat ze hier doen. Nou, dan ga je zitten, dan luister je naar mijn verhaal en het thema waarvoor je gekomen bent, is ook wel belangrijk, van oké, vandaag gaat het over duurzaamheid of het gaat over strategie. Dus je bent ook doelbewust, daar heb je daarvoor gekozen. Ik vertel daar wat over. Oké, interessant. Oh, wat fijn dat zij ook haar niet alleen maar de positieve kanten, maar ook de wat moeilijkere tijden deelt. Nou, het voelt al veilig. Nou, dan luister je. Dan zeg ik, heel vaak ken ik, de vrouwen blijven terugkomen, dus heel vaak ken ik ook mensen die dan in het publiek zitten. Dan zeg ik, Vanessa, kun jij even delen hoe jij dat hebt gedaan met jouw tassenmerk? Want ik weet dat je... Nou, vertelt ze daar wat over. En ik denk, oh, dat herken ik. Hoor je een ander verhaal? Oh, dat herken ik totaal niet. Maar ik kan me voorstellen dat dat heel moeilijk is. Of, oh, wat grappig. Oh, met haar wil ik straks praten. Dus dan heb je nog geen woord hoeven te zeggen. Mm-hmm. Als nieuwe gast, zeg maar. Maar dan heb je al bepaalde haakjes of signalen van waar jij meer mee kan. En heb je nog geen spreker gehoord eigenlijk? Nee. Of geen workshop gehad? En je voelt je toch al gezien, je hebt herkenning, je merkt veiligheid. Dat je kwetsbaar op kan stellen. Ja. En dan komen de sprekers nog. Nou, dan proberen we de allerbeste uit te kiezen op dat thema. Dus dan krijg je ook echt gewoon praktische handvatten, een stappenplan. Of juist een enorm inspirerend verhaal, waardoor je helemaal wakker geschud wordt omdat je iets op een andere manier bekijkt. Nou, dat is echt, zeg maar, het hoofdgerecht. Dus dat is echt... stevige inhoud. En daarna, of misschien een workshop, in de vorm van een workshop. En daarna ben je al zo opengezet en heb je eigenlijk al zoveel ontvangen, dat je ook in de modus bent ook om te geven. En dat is vooral wat ons opvalt. Dus wij geven heel veel. En dan vervolgens dan bij dat laatste blok, bij de borrel, nou, dan moeten we ze bijna wegsturen, omdat ze gewoon niet weg willen. Oh, omdat ze, ja, en dat is gewoon echt, dat is altijd zo. Dat we zitten met de bezem, zitten we de stoelen, zeg maar. Ja, jongens, we moeten echt weg, anders moeten we extra betalen, weet je, dat soort dingen. Maar dat is omdat ze dan zo vol zitten, dat ze dan gewoon willen geven. En dat zie je dan ook. En dan, als iemand aan jou geeft, wil je ook aan die persoon geven. Dus er ontstaat een wisselwerking. En dat is eigenlijk allemaal van begin tot eind is dat opgebouwd. En het gevolg daarvan is dat ongeacht of iemand wel of niet terugkomt... Nou, ze komen, 9 van de 10 keer komen ze terug. Maar ongeacht of iemand wel of niet terugkomt... heeft die persoon een bepaalde connectie gemaakt. En dat is vaak dan in de vorm van een contact met iemand, met een andere gast. Maar dat kan ook een spreker zijn. En wat ons is opgevallen is dat... eigenlijk een sneeuwbaleffect ontstaat. Dus dat mensen die elkaar 3 jaar geleden of 2 jaar geleden hebben ontmoet, dat die met elkaar zijn gaan samenwerken. En dat er eigenlijk een soort van mini-collectives zijn ontstaan, die onafhankelijk van ons, ongeacht of wij wel of geen evenement organiseren, voort blijven bestaan. En dat is natuurlijk het doel wat je hebt, omdat je op die manier groter, iets groters bouwt dan jezelf. En ook omdat je zelf beperkt bent tot wat mogelijk is natuurlijk. Precies. En dat dus ook in deze tijd, zelfs van corona, waarin er geen evenementen worden georganiseerd, dat die mini-collectives blijven bestaan. Wat goed. Wat mooi dat dat gewoon doorgaat en dat jullie dat dus hebben opgestart. Was het ook omdat jij zo'n hechte vriendinnengroep had bij met wie je kon sparren en met wie je... ja, je dromen kon vertellen en dat ze jou daarin helpte, dat je merkte, dit gun ik meer vrouwen? Ja, dat is eigenlijk hoe jij het samenvat, dat is de kern. Zo is het voor mij begonnen. Ik heb de kracht van het uitwisselen van je kennis en van ervaringen en het delen in veiligheid. Dat heb ik zelf ervaren, hoe krachtig dat kan zijn om de volgende stap te zetten, om iets te durven... om te groeien. Ja. Dus dat is ook inderdaad de structuur van hoe onze evenementen zijn opgebouwd. En daar voelt het ook als een soort grote vriendinnengroep uiteindelijk.
Mooi. Je vertelde net ook tijdens die evenementen dat je het vaak ook hebt over ja, dingen die minder goed zijn gegaan in het ondernemerschap. Daar vraag ik ook altijd naar in mijn podcast, omdat dat vaak ja, ook weer lessen zijn waar je dingen van geleerd hebt. Jij bent nu zo'n 3,5 jaar bezig hiermee. Wat zijn voor jou grote, ja, misschien tegenvallers of dingen waar je tegenaan bent gelopen, waar je lessen uit geleerd hebt? Ja, het zijn er zo ontzettend veel. Het is bijna moeilijk. Ik ga er een paar uitkiezen hoor, maar het is niet samen te vatten. Ik denk dat het ondernemerschap is eigenlijk continu falen. op kleine of grote schaal. En dat niet op een negatieve manier, maar meer op een manier van, oh, dit werkt niet. Wat werkt dan wel? Eigenlijk ben je jezelf die vraag continu aan het stellen. En dat een voorbeeld is dan bijvoorbeeld bij het eerste jubileum evenement, dus dat was 2017 september, dat ik had ik net een partnership met de gemeente achter de rug voor een aantal opdrachten. En ik had daar uiteindelijk een miscalculatie in gemaakt in hoe groot die opdracht zeg maar financieel zou zijn. Dus waar het op neerkomt is dat ik uiteindelijk meer geld heb uitgegeven dan wat er binnen is gekomen. En dat ik dus dat verschil uit eigen zak moest betalen. Weet je, dat zijn van die, dat vergeet je nooit meer. En dat is ook een fout die je niet nog een keer maakt. Want dat is zo frustrerend dat je denkt van, oh mijn god, heb ik eindelijk het partnership binnengehaald? Heb ik eindelijk van A tot Z, want dat evenement was echt gewoon, het zat super strak en hoge kwaliteit. En dan is dit, zeg maar, dit onderdeel. Dus als alles voorbij is, weet je, aan het eind van het evenement, waarin iedereen helemaal hier lyrisch is, dan zit jij eigenlijk van, shit, ik moet nu dit verschil gaan dokken. Mm-hmm. Nou, dat vergeet je nooit meer. En dat gebeurt je ook niet een tweede keer. Of, en dat is dan wat meer recent dan met de agency, dat je bij bepaalde opdrachten, dus als mensen komen naar je toe voor een opdracht, en dat je eigenlijk in je onderbuik voelt van, volgens mij is dit niet de opdracht voor ons. Maar we zijn net begonnen. En we gaan het toch aanpakken. En misschien we kunnen er wel wat leuks van maken. Wij kunnen dit. Weet je? Dus dat je jezelf eigenlijk aan het ompraten bent. Wat je lichaam je vertelt. Ja. En dat je, ja, je raadt het natuurlijk al. Dat je tijdens dat proces erachter komt van, nee, dit gaat niet werken. En het instinct had 100% gelijk. En dat je dus dan de keuze moet maken van, oké, hoe ga ik nu communiceren dat wij dit niet willen voortzetten? Tot hoever, welke afspraken hebben we gemaakt en moeten we alsnog nakomen? En vooral ook, hoe leren we hiervan in de toekomst? Dus bij elke fout en elk falen heb je het gevoel van, oh, dit wil ik echt niet nog een keer meemaken. En dan maak je het toch nog soms nog wel een paar keer, wel vaak op kleinere schaal. Mm-hmm. Maak je het wel weer mee dat je van, oh shit, ik heb dit toch niet helemaal goed geleerd. Dus dan bij zo'n opdrachtgever waarvan we dachten van, oh, en dat we dat toch ja zeiden. En dat we dan halverwege dat proces dus gingen stopzetten. Maar dat ik achteraf blij ben en ook trots ben op de manier waarop we dat hebben gecommuniceerd en hebben beëindigd. En ja, toch ja, op een professionele manier. Dat leert je ook weer van, oké, dit kunnen wij dus aan als bedrijf. Ja, en dat we er zelfs om kunnen lachen. Ja. En dat is ook, als team kunnen we daar nu gewoon om lachen. En ja. Dat is ook belangrijk, denk ik. Je fouten ervan leren, maar er ook na afloop een beetje om kunnen lachen. In het moment kun je dat totaal niet. Dan denk je echt van, jemig, hoe ben ik hier terecht gekomen? Vreselijk, ja. Ja, of ik denk, of dan een ander voorbeeld van het jaar daarvoor, of 3/4 jaar daarvoor, dat we met echt een fantastische droomklant bezig waren. Maar dat we dan weer te veel over onze grenzen gingen. Dus dat we te geduldig waren. Dat we te flexibel waren bijna. Want we waren dan continu bezig met de evenementen opbouwen. Maar dat continu werd er een datum verplaatst. Continu veranderde dingen. Dat we elke keer zeiden, ja, is goed. Dus dan gingen we daar steeds in mee. En dat we daar ook toen hebben geleerd van, oké,
het kan wel een fantastische droomklant zijn. En dat was ze ook en dat is ze ook nog steeds. Mm-hmm. Maar dat we desondanks voor onszelf grenzen moeten bepalen. Ja. In hoe ver we willen gaan. Ja. Ja. Dus dit zullen waarschijnlijk ook dingen zijn. Je kunt ze leren van mensen van oké, dat soort fouten wil ik niet ook maken. Maar aan de andere kant zul je als ondernemer waarschijnlijk gewoon hoe dan ook fouten gaan maken. En daar dus van leren. Ja. Klopt. En het is vaak een reflectie van je eigen persoonlijke uitdagingen. Dus als jij het moeilijk vindt om nee te zeggen, dan zal dat ook terugkomen. Of als je meer een people pleaser bent, dan zal dat ook weer terugkomen in de keuzes die je maakt. Dus het is vaak een soort van spiegel die zo'n fout zich eigenlijk voor jou houdt. Ja. En welke kenmerken van jou zie je daar dan dus in terug? Dingen die jij lastig vindt? Ik zeg heel veel ja. En dat zeg ik, het enthousiasme zeg ik eigenlijk al bijna altijd ja. Ja. Omdat ik dan denk van, oh ja, maar dat is goed voor dit. En dat is goed, dus heel erg rationeel denk ik van, ja, maar dat, ook al heb ik dat al 100 keer gedaan, ik zeg gewoon ja. Mm-hmm. Dus dat is mijn valkuil. En mijn doel is nu om meer te kiezen voor een full body yes. Dus niet alleen maar een yes vanuit hier, of alleen vanuit hier, want dat heb ik ook gedaan, dat werkt ook niet. Voor de luisteraar, je wijst nu naar je hoofd en je hart. Hoofd, hart en onderbuik. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld bij die klant, die droomklant, dan ging ik echt vanuit hier, zei ik dan ja op alles. En bij die andere klant, bij de onderbuik, luisterde ik dus niet naar wat mijn onderbuik zei. Dus, maar bij elke ja wil ik nu dat alle drie de punten, hoofd, hart en onderbuik, dat die ja zeggen. En als dat niet zo is, dan zeg ik nee. En dat is goed en dat is oké. Okay, omdat dat zorgt ervoor dat ik ruimte blijf houden voor die full body yes. Ja. En anders prop ik mijn agenda vol met rationele ja's en alleen maar hard ja's. Die uiteindelijk heel veel energie zullen zuigen en minder zullen geven. En je wilt dat het allebei, dat het zo is en niet alleen maar... Niet alleen maar geven. Geven. Mooi en heel herkenbaar ook. Ik heb nog even een heel praktisch vraagje. Want jij bent volgens mij heel goed in die samenwerkingen naar je toe trekken. In jezelf in de media zetten en je bedrijf. Hoe pak jij dat soort dingen aan? Want ik ben daar nu ook zelf veel mee bezig en ik merk veel andere creatieven ook. Vind het toch vaak lastig van hoe promoot je nou jezelf? Ja, hoe? Ik ben veel in de media en niet omdat ik het doelbewust opzoek. Maar het is praktisch, als ik een praktisch advies moet geven, dan is het gevolg van mijn netwerk. Dus ik ken mensen die actief zijn in de media of werkzaam zijn in de media. Of mensen die mensen kennen. Mm-hmm. Dus of een directe of een indirect contact heb ik dan met de media. En als je eenmaal... Ik herinner me ineens, ik moet een journalist terugmailen. Die we hierover praat. To-do list. Maar als je eenmaal die mensen kent, en in Nederland is het een relatief klein clubje, vooral afhankelijk van de sector waar je in zit. Dus of het nou kunst is, of theater, of ondernemerschap. Het zijn vaak dezelfde groep journalisten. Maar als die eenmaal jou kennen en weten wat zeg maar jouw onderwerpen zijn, dan zullen ze je eigenlijk continu terugvragen of... Ze zullen proberen om bepaalde onderwerpen te kijken of je daar ook iets over weet als het gerelateerd is. Ja. Dus voor mij is het een kwestie van een netwerk van mediacontacten, direct dan wel indirect. En dat kun je doen door de journalisten te volgen, bijvoorbeeld. Dat is heel praktisch. Journalisten hebben vaak een relatief kleine following. Dus je valt ook op als je ze volgt. Het zijn niet de mensen met de 10k en de 20k. Maar het zijn wel de mensen met de invloed. Ja, grappig is dat, ja. Ja, dat is inderdaad een goeie. Dat je gewoon dus letterlijk op Instagram die mensen volgt. Zorg dat je elkaar ziet. Ja. 9 van de 10 keer hebben ze tussen de 600 en 1500 volgers.
En als jij dan één keer per week of één keer in twee weken, het hoeft natuurlijk niet geforceerd, maar een comment achterlaat, een oprechte comment, nou, dan val je al op. Ja. En vaak doen ze ook oproepjes in hun stories van, ik zoek iemand. Ze zijn altijd op zoek naar experts of mensen die iets kunnen zeggen. Dus ze doen heel vaak in hun stories dan een oproepje van, ik zoek iemand voor dit. Of ik zoek iemand, ik kan echt, dat is wat ze continu doen. En dat is voor hun gewoon nu het middel om mensen te vinden. Dus dat zou ik zeker adviseren. Ja, dat is eigenlijk wel grappig, hè? Dat het ook steeds persoonlijker wordt. Je kunt wel een redactie mailen naar een algemeen adres, maar het zijn natuurlijk toch allemaal mensen die ook op social media zitten en daar eigenlijk ook dus bezig zijn met hun werk. Ja, en je helpt hen. Precies. Als je een naam kan doorgeven. En heel vaak geef ik ook, zie ik dat, en dan geef ik gewoon namen door van andere mensen. Want ik bedoel, ik weet zeker niet alles en ik ben niet overal expert in. Maar ik ken misschien wel mensen en dat helpt ze daar ontzettend mee. Ja. Want dat scheelt weer tijd en zoekwerk en dan hoef je alleen maar inderdaad die persoon te bellen of een mailtje te sturen. Ook een slimme. Hey, en al dit soort dingen bij een eigen bedrijf, of je hebt nu zelfs twee bedrijven, er komen heel veel dingen bij kijken. Creatieve dingen, maar natuurlijk ook dus, nou ja, dit soort zaken, misschien iets minder creatieve dingen. Hoe zorg je nou dat die kleine creatieve Awura in jou, die wilde zingen en dansen en tekenen, dat die ook nog gevoed blijft? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat ik dat ook mijn grootste worsteling is geweest de afgelopen jaren. Want je begint inderdaad vanuit echt die passie en die creativiteit. En dan voordat je het weet ben je met heel veel zakelijke elementen bezig die niet, zeg maar, de reden zijn waarom je je bedrijf bent gestart. Dus ik ben dat ook wel, in zekere zin was dat ook wel moeilijk om dat opnieuw op te pakken. En in dat aspect heeft de pandemie mij heel veel geholpen. Ah. Wat heel ironisch, heel gek en heel dubbel klinkt. Maar door de pandemie heb ik zoveel creatieve hobby's weer opgepakt. Ik schrijf weer veel, ik ben continu aan het editen, ik ben aan het lezen. En hiervoor zei ik altijd tegen mezelf, oh, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik wil het wel doen, maar ik heb geen tijd. En nu weet ik gewoon, die tijd was er eigenlijk altijd al. Maar ik plande dat gewoon niet in en ik moet het gewoon inplannen. Want het zo belangrijk is het voor mij. En ik vulde die tijd met uit eten gaan en met allemaal sociale dingen. Dus dat, en nu zie ik ook van, oh, dat is ook een keuze. Weet je, ik koos ervoor en dat is ook prima. En dat is niet erg. Maar dat was voor mij toen, zeg maar, de uitlaatklep. Van, oké, ga ik lekker met vriendinnen afspreken, lekker leuke dingen doen, lekker vakantie. Ja. Daar besteed ik dan mijn extra tijd aan. Terwijl ik kan er ook voor kiezen om ik heb mijn Frans weer, ben ik weer aan het oppakken. Terwijl ik al jaren roep van, oh, ik ga mijn Frans, dit jaar ga ik het echt doen. Dit jaar ga ik echt mijn Frans verbeteren. Vriendinnen rollen al met hun ogen wanneer ik weer 1 januari dat weer zeg. En nu ben ik het gewoon aan het doen. Precies, ja. Eindelijk, weet je, na vijf jaar of 4 jaar. Ja, ik hoor het van zoveel mensen dat het eigenlijk zo'n vrije ruimte geeft, ook weer voor al dit soort dingen. Dat is eigenlijk wel heel erg mooi. Ook omdat ik vraag eigenlijk nu ook elke keer aan het einde van de podcast, en we moeten ook zo een beetje afronden naar inderdaad deze tijd. We hebben het er nog niet heel uitgebreid over gehad. Maar wat voor fase ben jij doorgelopen in deze gekke pandemietijd? Ja, alle fasen. Alle fasen. Dus de fase van angst en paniek. Vooral in het begin, omdat er toen zoveel vraagtekens waren en zoveel informatie op je afkwam. En dat ik gewoon echt gewoon nachtmerries had, dat ik slecht sliep, dat ik niet wilde slapen, omdat ik alleen maar nieuws aan het kijken was. Tot aan super creatief, dus dat ik alleen maar met een hele creatieve flow raakte, alleen maar aan het schrijven was en dacht gewoon, wow, wat gebeurt er hier, dit is fantastisch. Tot aan, weet je, die transitiefase waar je van, oké. Of dat ik, zeg maar, zoveel binnen was, dat ik bijna bang was om naar buiten te gaan.
Tot aan het perfect schone huis, tot aan het totaal rommelige huis. Mm-hmm. Weet je, echt het perfect super schoon. Tot aan echt het grootste chaos ooit. Mm-hmm. Ja. Die gaat overal doorheen. Ja, ik overal doorheen. Overal doorheen. En ik accepteer het ook. Dat is wel de rode draad. Welke fase ik ook doorheen ga, nu. Ik accepteer het. Ik probeer het niet weg te duwen. Weet je, soms heb ik het gevoel van ik ben zo onproductief. En denk van ja, dat ben ik ook. Ja, het is wat het is. Vorige week was ik super productief, deze week niet. Ja, precies. Accepteren. Ja. Ja. En wat hoop jij na deze tijd, als we hier hopelijk over een jaar of iets op terugkijken, wat hoop jij er dan uitgehaald te hebben? Wat ik hoop is een definitieve verandering van sowieso mijn persoonlijke levensstijl. Dus dat ik een langzamer leven leid. Want het bevalt mij heel goed en ik merk dat het goed is voor mijn mentale gezondheid, maar ook voor mijn productiviteit en creativiteit. Een langzaam leven met minder focus op materiële zaken. In het begin, dit is ook een beetje een confession. In het begin, dus toen we echt allemaal binnen waren, was ik continu aan het scrollen op webshops. Oh, heel herkenbaar. En ik dacht van, waarom ben ik op Zara.com? Want ik heb geen kleding, ik ga nergens naartoe, ik heb deze kleding niet nodig. Maar ik merkte gewoon dat hoe diep dat die drang voor materialisme ingebakken is. En dat ik daarvan schrok van, wow. Precies. Dit is wel heel heftig. En dat ik tegen mezelf heb gezegd vorige week van, jij gaat de rest van dit jaar gewoon niks kopen, want jij bent zo verslaafd. Weet je, ik zag mezelf helemaal niet per se als materieel, maar iedereen heeft wel zijn dingetjes. Mm-hmm. En voor mij is dan kleding is dan mijn zwak. En dat ik tegen mezelf heb gezegd, jij mag dit jaar gewoon niet shoppen, met uitzondering van twee momenten. Wauw, gewoon helemaal die afspraak gemaakt. Ja, want moderatie werkt niet bij mij. Het is of ja of nee. Precies. En niet een beetje. Dat werkt niet, dat weet ik van mezelf. Maar dan ga ik gewoon helemaal los. Dus ik hoop gewoon op een langzamer, minder materialistisch leven voor mezelf, maar ook voor de wereld. Ja. Ja, heel erg mooi. Ik denk dat ook, het hoeft niet eens te zijn dat je dan inderdaad per se verslaafd was of zoiets. Maar het is ook gewoon dat geluksgevoel wat je toch elke keer krijgt bij nieuwe spullen. Je mist nu ook heel veel geluksgevoeletjes door dat je je vrienden niet ziet of dat je geen leuke evenementen hebt. Dus ga je toch zoeken in iets anders. Ja, en dan kan je zo uitkijken als er zo'n doos zo binnenkomt. Dan denk je shit, dat is die dopamine. Ja dat is, en dan moet je daarna weer iets nieuws kopen. Weet je? En wat is dan dat duurzame geluk dat we ook ontdekken? Heel mooi, langzaam leven. Cool. Hey, heb jij tot slot nog een mooi advies of een tip waar jij heel erg veel aan hebt gehad in jouw carrière die je wilt meegeven aan andere creatieve mensen die nu luisteren? Voor mij is de belangrijkste tip om te blijven leren. En dat je ook weet van, je weet nooit alles. Dus wees nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden. Want ik denk dat je, als je begint met een idee, heb je een heel erg gekaderd idee van hoe het zou moeten zijn. En 9 van de 10 keer zal het niet zo zijn. En dat je daar een bepaalde flexibiliteit in ontwikkelt. Dat je weet dat het oké is. En dat je uiteindelijk toch bij die droom of het resultaat kunt komen als je blijft leren. En voor mij, de manier waarop ik blijf leren is door in gesprek te zijn met mensen. Dus of dat nou collega-ondernemers zijn, dat het helpt mij ontzettend. Maar ook door naar gesprekken te luisteren. En dat was natuurlijk voor corona vooral evenementen. Maar ook podcasts zijn voor mij. Als ik podcast niet zou hebben, dan zou ik niet dezelfde persoon zijn. Dat klinkt heel, heel dramatisch misschien. Maar dat is wel zo. Want ik zou dan niet de inzichten hebben gehoord van Tim Ferriss, van Brené Brown of van Russell Brand of wie dan ook, die mijn mindset zouden hebben veranderd. Dus absoluut. Ik geloof in de impact van woorden. Gaaf, ja, want je hebt natuurlijk met podcast, ik heb dat zelf ook heel erg. Je hebt
toegang tot de allerbeste leraren van over de hele wereld. Dus ja, inderdaad, waarom zou je daar geen gebruik van maken? Wat ik nog wel... Wat ik wel soms merk is dat ook soms een tendens is dat mensen veel luisteren naar podcasts. Dat heb ik in het begin ook wel gehad. En dan denken, oh tof, ik ben geïnspireerd, maar er vervolgens niet echt iets mee doen. Hoe maak jij die omslag van, oké, ik heb nu dit gehoord, naar ik ga daar ook iets zelf mee doen? Nou, wat mij daarbij helpt, ik was ook zeker ook zo'n persoon die bij elke podcast dacht van, oh, wauw, en vervolgens mijn leven op dezelfde manier ging leiden. Mm-hmm. Wat mij nu daarbij helpt, maar vorig jaar eigenlijk al, is het schrijven van reflecties. Ja. Dat deed ik toen elke maand en op een gegeven moment elk kwartaal, maar nu doe ik het elke week. En zeg maar dat elke maand en elk kwartaal, dat deed ik online, maar die elke week doe ik zelf voor mezelf in een boek. Dus op die manier verwerk ik eigenlijk wat ik allemaal heb gehoord. Dus schrijf ik op van, oké, dit is wat ik deze week waar ik over heb gereflecteerd. Mm-hmm. En wat ik dan vervolgens doe, dus dat doe ik op zondag. Op zondag doe ik mijn weekreflectie. En op maandag doe ik mijn weekintentie. En die intentie is dan veel meer actiegericht. Ah. Dus als de les van vorige week was... ik heb gemerkt dat ik... geen balans heb tussen inspanning en ontspanning. Dat heb ik dan gereflecteerd. Dan is de intentie de week erop bijvoorbeeld opschrijven wat voor mij inspanning is en wat voor mij ontspanning is. Of hoeveel procent ik van mijn dag aan inspanning... of dat kan van alles zijn, maar dus dat ik er een actie-element aan koppel. En het gekke is, dat is waarschijnlijk gewoon hoe je hoofd werkt, maar als je zo'n week intentie hebt, dan alles wat je die week hoort, lijkt dan daar binnen te passen. Dan hoor je iets op een hele andere manier. Dus dan luister je naar een podcast, dan denk je van, oh my god, oh, dat past precies bij wat nu mijn week intentie is. Dus dat element ga ik dan opschrijven in mijn weekreflectie. Vet. Cool, hele mooie tip. Mooie praktische tip ook, die mensen gewoon gelijk kunnen gaan doen. Klinkt heel goed. Hey, ja, ik hoop dat ze er wat aan hebben. Ik heb denk ik nog echt uren met jou door kunnen kletsen. Maar we moeten toch een beetje gaan afronden. Is er nog iets wat je nog kwijt wil? Iets wat ik je nog had moeten vragen? Of waar mensen jou kunnen vinden als ze meer willen weten? Nee, ik vind dat jij hele goede vragen hebt gesteld. Kijk, ik word heel veel geïnterviewd, maar ik vind... weet je, jij luistert echt. Dat is ook dat is niet altijd zo. Jij luistert, en soms is er ook geen tijd voor. Mm-hmm. Maar jij luistert echt en dat vind ik heel fijn. En daardoor heb ik misschien ook details kunnen delen die mensen nog niet hebben gehoord. Dus complimenten, Diede. Goed, dankjewel. Nou, daar word ik heel erg blij van. Wat fijn. Ja. Tof. Nee, ik vind ook dat je echt superveel hele mooie... dingen hebt verteld. Eigenlijk in alles wat jij zegt zitten al heel veel tips en adviezen. Dus dat vind ik echt te gek. Dus heel erg bedankt dat je aanwezig wilde zijn. Jij ook. Nogmaals heel veel dank Awura voor al je mooie woorden en wijze lessen die je met ons gedeeld hebt. En jij heel erg bedankt als je hebt geluisterd of gekeken. Voordat je weggaat deel ik nog even mijn takeaways van dit gesprek. En dat was echt moeilijk deze keer, want er zat zoveel in. Dus heb je zelf nou iets waarvan je dacht, oh maar ik heb er iets heel anders nog uitgehaald. Deel dat dan zeker eventjes. Nummer 1. Als je terugkijkt op de dingen die je hebt gedaan in je leven, kan je vaak makkelijk de punten verbinden van wanneer je welke keuzes maakte. Maar als je ergens middenin zit, dan lijkt het soms alsof er helemaal geen keuze mogelijk is. Maar die is er wel. Het begint met goed luisteren naar jezelf. Waar word je echt blij van? Van wat voor dingen word je enthousiast en waarvan niet? Kijk daarnaar. 2. Als je weet dat je iets anders wil doen of je staat voor een andere belangrijke beslissing in je leven en je weet nog niet precies hoe je daarmee om kunt gaan, zorg dan dat je jezelf onderdompelt in kennis. Luister naar podcasts, lees boeken, ga naar evenementen als dat weer kan. Zorg dat je blijft leren. Er zijn altijd mensen die hetzelfde hebben doorgemaakt of iets vergelijkbaars als jij. Dus je hoeft het niet allemaal alleen te doen. En soms hoeft het ook maar één zin zijn in een heel boek of één besef waardoor voor jou het kwartje valt. 3. Dingen waarmee je worstelt in je ondernemerschap zijn vaak ook spiegels voor dingen waarmee je worstelt als mens. Dus kijk hiernaar en leer hiervan. 4.
Ga voor die full body yes. Natuurlijk, als je net begint met ondernemen, zul je vaker ja zeggen tegen verschillende dingen. En misschien weet je ook nog niet precies wat je wilt doen. Maar ik merk ook wel een beetje dat soms in de culturele sector er een mentaliteit is van pakken wat je pakken kan. Want je moet al blij zijn dat je werk hebt in je culturele vakgebied. En ik snap dat heel erg. Maar ik denk ook dat als je alles aanpakt wat er aan te pakken valt, dat je uiteindelijk zelf ook niet precies weet wat je wil doen en dat de mensen om je heen dat dus ook niet weten. Dus zorg dat je steeds meer voor die full body ja gaat. Een ja vanuit je hoofd, een rationele ja, vanuit je hart, emotioneel en vanuit je buik. Fysiek. 5. Een hele praktische tip. Als je nou met jouw bedrijf meer in de media wil komen, zorg dan dat je weet welke journalisten schrijven over onderwerpen waar jij het ook over hebt. Kijk of je met ze kan connecten op sociale media en kijk ook hoe je hen kan helpen. Daar worden zij ook blij van. 6. De laatste, een week intentie en een week reflectie. Elke zondag reflecteert Awoura over de lessen die ze die week heeft geleerd. Op de maandag zet ze dan een week intentie. Ze koppelt een actieve actie aan de dingen die ze heeft geleerd. Zo kan je patronen herkennen in je leven en er ook gelijk verandering in aanbrengen. Dat waren ze. Ik ga zelf sowieso beginnen met die week intentie en die week reflectie, want ik denk dat dat heel waardevol is. Vond je dit nou een leuk gesprek? Like, abonneer, review, daar help je me ontzettend mee. En mocht je het leuk vinden om mij live te zien spelen en zingen, dan kan je komen kijken naar het Tapas Theater van 18 tot 28 juni. Dus wees er snel bij. Tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.